Jong Vitesse heeft maandagavond de landstitel veroverd voor de belofte teams. Het kampioenschap werd natuurlijk groots gevierd met de supporters op Papendal. Vorig seizoen was de ploeg er al dichtbij, maar werd de finale in de Kuip met 3-1 nog verloren van Jong Feyenoord Excelsior. Maar 2015 is het jaar van John Lammers en zijn team. Ja, ik denk dat wij van begin af aan tot het einde toe jongens hebben gehad die een enorme wilskracht hebben gehad. Die alles hebben gegeven om beter te worden, om te willen winnen. En dat resulteert in dit ongeslagen kampioen. Ongelooflijk. Hey, de opkomst is goed qua supporters. Champagne heeft gevloeid. Ja, prachtige avond zo. Ja, ik denk dat hij nog niet ten einde is. Die jongens die gaan lekker op stap, gaan er lekker van genieten. Wij gaan als staf ook nog lekker genieten. En we proberen het seizoen nog zo goed mogelijk af te maken. Proberen de ongeslagen status te houden. Het zijn hele mooie doelstellingen die je nog kunt hebben. Jong Vitesse speelde met 2-2 gelijk tegen Jong AZ. En dat was precies genoeg om 2 duels voor het einde van de competitie zeker te zijn van het kampioenschap. Op het zonovergoten Papendal waren bijna 2000 supporters getuigen van de kampioenswedstrijd. Enkele tientallen supporters kwamen het veld op en vierden het feestje met de spelers mee. Wat een avond zeg. Ja, dat was het zeker, ja. Kom je nog met 10 man te staan en ja, dan moet je toch nog uitvoetballen. Gelijkspel was genoeg. En dan, ja, dan kom je nog 2 in voor. Dan moet je het eigenlijk gewoon afmaken. Maar ja, wordt het nog 2-2 en dan wordt het nog spannend de laatste minuten. Maar ja, gelukkig is het nog gelukt. Hey, een meer dan verdiend kampioenschap lijkt me zo. Dat denk ik wel. Over het hele seizoen gezien wel, ja. Vandaag is niet onze beste wedstrijd, maar dat heb je vaak met kampioenswedstrijden, hè. Dus ik denk gewoon dat we het met z'n allen gedaan hebben. En ja, het is zeker verdiend, ja. Hey, de avond tot nu toe, want het gaat nog lang door, heb ik net gehoord. Maar ja, veel supporters, champagne, vuurwerk, alles erop en eraan. Ja, dat is zeker mooi. Dus, de sfeer was top. En ja, zoals ik al zei, de wedstrijd was niet goed, maar ja, de supporters bleven er toch achter staan. En ja, dat maakt het natuurlijk extra mooi. Dat geeft jezelf ook een kick om gewoon nog door te gaan. En ja, dat is zeker mooi. Mooie avond. Wat een feest zeg. Ja, zeker, zeker. We hebben hier lang op gewacht en we hebben het verdiend. We hebben het verdiend. Ongeslagen kampioen, dat is het mooiste wat er is. En het is zover en we hebben het gewoon verdiend. Ja. Wat ook mooi was denk ik voor jullie is dat je voor volle tribune speelde. Vuurwerk, champagne, alles erop en eraan. Ja, zeker. Nee, we hadden het verwacht en ze steunen ons elke thuiswedstrijd steunen ze ons. En nu extra omdat we kampioen kunnen worden en ongeslagen wat ik al zei. En nee, dit is gewoon heel mooi dat ze dit doen en we weten dat ze er altijd achter ons staan. Ja. Hey, en hoe zou je dit kampioenschap willen omschrijven? Zoals ik al zei, verdiend. We hebben dit gewoon verdiend en we spelen het hele seizoen al dominant voetbal. Het lukt niet altijd, maar we willen altijd dominant voetbal spelen en we willen altijd op hun helft spelen. En ja, we verdienen dit. We zijn meestal de betere ploeg en meestal meer balbezit en meer kansen. En nu is het zover, nu kunnen we eindelijk de schaal omhoog houden.